Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Derailleur, de Wieler podcast van Pix Sports. De Tour de Suisse en de Ronde van Frankrijk die liggen achter ons, tijd om de blik te richten naar de Ronde van Polen naar het WK en al het fraais dat nog volgt in augustus. Dat doen we met Frank Hoste, een van onze gewaardeerde co-commentatoren bij Pixports. Dag Frank, je ziet er nog altijd even scherp uit. Nog uh, wielertoerist met pensioen, of hoe moet ik je noemen? Ja, ja, ja wielertourist met pensioen. Ja. Vijf, 25, 30 gemiddeld <laughs> kan ik nog rijden. Maar ik heb gisteren Criterium van Alst gereden, dus uh, daar ben ik tot de conclusie gekomen dat die snelheid en die bochten, uh, dat bochtenwerk toch een beetje achter de rug ligt. Maar je fietst toch, ja, toch echt nog vaak? Ja, ik nog fiets, vaak. fiets nog uh, twee, drie keer per week. Ja. Ja. En Gerbe Thijssen, de sprinter van uh, Intermarché Circus, want die is er ook bij, dat Gerbe, heb je veel kunnen zien van de voorbije ronde van Frankrijk, Gerbe? Ja, ik zat, uh, ik zat in Livigno op hoogtestage, dus uh, we hebben er eigenlijk altijd wel uh, veel tijd voor gemaakt. en uh, Het is ook wel een heel mooie wedstrijd, dus uh, ja, het is echt wel, uh, wel echt wel mooi om te zien. Ja, in Livigno op stage om het laatste deel van het seizoen van het jaar voor te bereiden? Ja, klopt. Uh, te beginnen met de ronde van Polen en daarna de ronde van Spanje. Dus uh, ik heb echt nog wel heel mooie vooruitzichten. Uh, ja. Ja. Het duel tussen Vingegaard en Pogacar dat hield ons bezig. En uiteraard ook de ja, Belgische sprintprestaties met uh, Philipsen in eerste instantie in, uh, in de tour. Uh, neem daar ja, Jordi Meus nog bij, in extremis op de Champs-Élysées. Uh, en jij, dan hebben we wel veel Limburgse topsprinters. Niet? Ja, het is, uh, het is ongelooflijk. Hè? Het zijn eigenlijk twee echt uh, oude, oude ploegmaten van vroeger. Ik heb bij Bale BC nog bij die mannen gereden bij alle twee. Toen we 17, 18 jaar waren. En uh, het is eigenlijk wel zot om uh, alle, te beseffen dat er die twee eigenlijk goed zijn voor uh, vijf toeroverwinningen. Uh, en zeker Jordi. Ja, Jordi wint op de Chelsea. Dat is toch uh, echt wel uh, alle, indrukwekkend, vind ik. Dus uh, nee, het is. Uh, Gaat heel goed met het Limburg Sprint, ja. ja. En je kent die mannen dus echt ook goed. Ja, zeker, ja. We zijn uh, ploegmaten geweest. Dus, uh, Jordi heeft het uh, niet altijd heel gemakkelijk gehad. Um, na van de juniors naar de belofte. En dan uh, is hij toch bij SEG kunnen geraken. En dan uh, is hij direct naar Bora gegaan. En je ziet echt wel uh, wat een uh, progressie hij gemaakt heeft. Dus uh, ik vind het echt wel indrukwekkend om te zien. En echt wel, uh, Allee, ik, was er, uh, ik was er niet goed van. Het was echt wel, uh, ik vond het echt heel, heel chic uh, hoe hij die laatste rit won. Ja. ja. In welke zin verschil jij van die twee? Of bij wie sluiten jouw kwaliteiten nog het meest aan? Ik denk iets meer bij, bij Jordi. Uh, Jasper vind ik nog altijd uh, veel comp completer eigenlijk. Hij is veel meer eigenlijk als een uh, echte pure massasprinter. Uh, Jordi is zo wat meer, met, allee, meer mijn type, denk ik. Uh, meer echt massasprinten. Maar, um Tegenwoordig kan Jordi ook wel echt al gemakkelijk een bergsken over. Als je ziet vorig jaar in Dauphiné dat hij ook echt zo na van aard klopte. Dus uh, nee, die, is, uh, die heeft ook echt stappen gezet. En uh, ja, Jasper, uh, dat weet wel langer dan vandaag dat hij uh, veel meer is dan een gewone sprinter. Ja. ja, groene trui gewonnen, dat heeft ook Frank Osten gedaan in 1984. Frank, en in jouw carrière ook uh, vijf toer-etappes uh, gewonnen. Ja. ja, onder de indruk van Philipsen en zijn ploeg, neem ik aan. Ja, zeker vast. Als je ziet, het is wel een luxe positie. Hij soms naar de Massasprint ging. als je zo iemand hebt als Mathieu van der Poel, die voor u rijdt. Gaan ten eerste de meeste concurrenten uit de weg voor hem, voor Mathieu, als hij afkomt. En Philipsen heeft maar te volgen natuurlijk op dat moment. Dus dat was vrij indrukwekkend. Ik had ook een keer gezegd op de radio dat ik, als ik zo'n lead-out heb, of gelijk wie, Caleb Ewen, Fabio Jacobsen, noem maar op, echt die topsprinters nu, als ze Mathieu Van der Poel moesten hebben als, als, als lead-out, dat ze ook ritten kunnen winnen in een toer, zoals Philipsen nu deed. Tot wanneer dat Philipsen alleen een massasprint won. Die laatste, die derde rit eigenlijk. En dan heb ik toch wel gezegd, ja, die Philipsen kan echt wel zijn weg zoeken in een massasprint alleen ook. Natuurlijk heeft het wel het voordeel, hij heeft de groene trui aan, dat is altijd een, een, een status dat je hebt op dat moment. In die periode van de Tour, dat ze toch een beetje naar je opkijken, die andere sprinters, en toch een keer aan de remmen eerder gaan trekken. Of als je een gewone merkentrui trui rijdt. Ik denk dat Jordi Meus dat, dat, dat perfect kan aanvoelen, dat hij niet zo gemakkelijk overal tussen rijdt. En een keer dat je de groene trui hebt. En dat je al twee ritten gewonnen hebt, is dat toch wel iets makkelijker om je te positioneren. En dat hebben we ook gezien in die laatste massaspreiding, die derde massasprint die hij won. Dat Van Aert ook meedeed, dat hij toch vrij vlot daartussen reed. Maar dat had ik ook al gezien de tijden, de jaren dat hij bij Katusha met, met Christophe eigenlijk aan het rijden was. Dat hij daar de sprint moest aantrekken voor, voor Christophe. Dat hij ook altijd voor hem eindigde. Dus dat betekent dat hij echt wel zijn weg kan zoeken eh, tussen, tussen het gevoel en het gedrum van de massasprint, zonder dat hij eigenlijk al een naambekendheid naam had, zoals nu. En dat hij toch altijd voor zijn sprinter, waar hij moest vooraantrekken, eindigde. Dus dat was al een teken aan de wand dat dat geen gewone ging worden. En dat is met de jaren dat hij dan sterker geworden is wel gebleken, natuurlijk. Klinkt herkenbaar, Gerbe, met Christophe. Want vorig jaar in de Gooikse Pijl is jou eigenlijk zoiets vergelijkbaars overkomen, toch? Ja, klopt. Christophe, uh, bij jou in de ploeg. en ja. je, jullie gingen eigenlijk allebei voor de sprint. Ja, klopt. Uh, dat was eigenlijk voor mij. Uh, ik had vorig jaar soms wel wat problemen met de druk. Alleen dat ik het gevoel had dat de hele ploeg voor mij werkte, dat de hele ploeg uh, mij perfect probeerde te plaatsen. Daar had ik soms wel wat moeite mee. Alleen ben ik ondertussen wel een volwassener geworden ook. Maar toen uh, die koers ook in uh, Gooi was dan eigenlijk gezegd uh, voor de start van dat alles voor Alexander was. Langs de ene kant gaf dat mij ook heel veel rust in mezelf ook van dat ik weet dat ik niet zelf moet sprinten, dat niet van mij alles verwacht wordt. Maar als ik nog in zijn wiel zat, dat ik wel uh, mijn eigen sprint mocht rijden. Natuurlijk, ja. als, als je zo van zo iemand kunt leren op dat moment, dat is uiteindelijk ook wel... Uh, Allee, dat heeft mij denk ik, ook wel die overwinning bezorgd, omdat hij mij ook wel heel veel rust gaf en hoe dat hij alles deed, daar heb ik wel heel veel uit geleerd. Ja, ja het mentale aspect, Frank. Natuurlijk, ja, ja, een sprinter is, ik zeg dat altijd, een sprinter is 80-85% tussen zijn oren. Tuurlijk. En de rest, de rest is gewoon, ja, je moet goed zijn natuurlijk, anders kun je dan nooit niet in de sprint nog sprinten. Als je kapot zit, gaat dat niet meer. Maar tussen je oren zit het meest van al, daar durven, daar in, de, in dat gat duiken of niet in dat gat duiken. Gaan ze voor mij uit de weg, gaan ze voor mij niet uit de weg. Dat, dat is altijd ja, zo'n zo een, een moment dat je even moet beslissen en dat, dat dat soms voor een sprinter erop aankomt. Winst en verlies. Ja, dat klopt zeker, want ook... Uh, like Boy. Boy zegt dat ook heel vaak. dus mijn, uh, mijn lead-outman. Uh, zijn, zijn vader vroeg ook, Jean-Paul Van Poppel. Die deed zelf ook, allee, ook heel veel massasprinten gewonnen. En uh, die vertelde ook altijd dat hij soms op 2,5 kilometer of op 3 kilometer van de meet meer aan blok zat dan in de sprint zelf. Omdat je dan mentaal nog niet... Allee, je zit wel bezig met die sprint, maar je zit nog altijd bezig. Van, ik moet nog die sprint proberen rijden. En dat is ook iets dat mij ook wel de laatste tijd ook meer en meer um, in mijn hoofd speelt. Ook van, je kunt, hoe kapot dat je ook kunt zitten, mentaal weet je toch dat die meter aankomt dat je dan toch nog een sprint kunt rijden. En, en dat is ook iets dat ook wel een heel leerproces is om dat te kunnen beseffen voordat je in die, op die plaats en in die situatie zit. Ja. Ja. Philipsen die gaat ook mee naar het uh, WK. Hè, man? Het WK in Glasgow, dat dit jaar uitzonderlijk vroeg valt met dat ja, super WK over heel veel disciplines heen. Is Philipsen eigenlijk de ideale troefkaart om achter de hand te houden? Uh, ik vind van wel. Maar ik denk dat uh, het geval, het is er genoeg over gediscussieerd met Van der Poel, uh, dat Philipsen nooit, uh, Mathieu, iets in de weg zal leggen. Uh, ik denk dat de situatie niet zal plaatsvinden. Dat, dat, dat de situatie zo, za zodanig zal zijn dat Mathieu zal weg zijn met een groepje en, en Philipsen in het peloton daarachter zal zitten en waarschijnlijk... Uh, een verdedigende positie of, of dit gat moet dichtrijden voor Van Aert of, of Remco, bijvoorbeeld. Dat altijd wel in de situatie zal gevrongen worden dat ze allebei uit mekaar zijn weg blijven. Dat denk ik wel. Natuurlijk, als Mathieu niet goed is, dan is. Ja, vorig jaar was Mathieu ook niet goed, door, door dat geval dat ze hem niet laten slapen hebben daar uh, in Australië. Dan, uh, dan is Philipsen natuurlijk, ja, ook, uh, heeft de vrije de vrije baan. Nu, natuurlijk, ja. Veel zeggen, mensen zeggen, gisteren dat ik het riem en daarachter een beetje een vip, een nagekaart. Dat ja, ik bondscoach was, Philips ging niet mee naar het wereldkampioenschap. Dat is moeilijkheden zoeken. Ik zeg, die situatie dat jullie voor ogen hebben, dat zal waarschijnlijk 95% niet gebeuren. Dus waarom, waarom kunnen we hem dan niet achter de hand houden? Zoals jij zegt, net, net zei, van, als er iets niet uitkomt met Van Aert en Remco, is hij dan nog al altijd. En hij kan het afwerken. Dus... Ik vind het een ideale selectie dat er nu is. Nou, mee eens. Gerard. Tuurlijk. Het is een echte winnaar. Hè? Ja. Ik bedoel, je geeft een kans op het WK en ik uh, ben er zeker van dat hij die met twee handen pakt. En uh, ja, die kan echt een koers afmaken. En uh, dat bewijst je nu in een Tour weer al. ik bedoel, Als je vier ritten wint, allee, dan moet je denk ik van niemand uh, bang hebben in de sprint uh, op het WK. Nee. Er zijn nog ja, buitenlandse concurrenten natuurlijk ook altijd. Want het is een open deur intrappen dat we een grote kans hebben met een Belgische selectie op een nieuwe wereldtitel. Maar wat denken jullie van ja, mannen als. Van der Poel is al genoemd natuurlijk, maar Pedersen, Noric, Laporte, zo'n namen. Kunnen we die ook uh, bij het rijtje favorieten zetten? Voor mij was, uh, is uh, Pedersen echt wel ook een heel grote favoriet. Als je ziet ook uh, de sprint dat hij wint, in uh, een tour dan, uh, op zo'n aankomst. Allee, ik denk dat hij daar een sprint plaatst van meer dan 30 seconden. Ik bedoel, uh, dat is gewoon echt. Uh, Conditie dat hij heeft en uh, die zegt een vorm. En, uh, maar natuurlijk lijkt zo'n mannelijk uh, Alain en al die mannen die reden in hun tour eigenlijk ook echt wel puur als training, denk ik. Als je ziet hoeveel dat hij in de aanval is gegaan en zo, denk ook wel dat hij uh, zeker een kans maakt. Ook, uh, en, allez, hij weet het ook uh, hoe dat het moet: uh, wereldkampioen worden. Maar uh, ja, ik denk zeker, uh, zoals gezegd, Moritz, Pedersen, Alain denk zeker dat dat ook echt wel uh, kandidaten zijn. Alain en geen Laporte, Frank? Alle Philippe ga ik uh, op een trapje lager plaatsen. Ik ben het niet 100% eens, want ik heb gezien dat hij echt wel uh, hmm. aanviel om in beeld te komen, maar niet om de koers te winnen in een tour. En dat is, dat weet je dat je tekort komt op het einde. Anders doet je niet van in het begin zulke dingen. Dus ik denk alle Philippe trainen voor 2K, ik, ik hoop dat je misschien wel gelijk hebt, maar ik kan het me niet voorstellen dat Alain Philippe in 2K uh, een, een, een grote rol van betekenis zal spelen, zoals hij in Leuven gedaan heeft. En de voorgaande WK's dat hij uh, toch een ei. Hey, uh, wat is daar? Um, in Imola toen. Imola, ja, ja, Op die manier uh, dat gaat niet meer lukken, denk nee. ik. Nee, nee. Voor maar, het WK is er eerst nog uh, de ronde van Polen en mannen live te zien op uh, Pix+ Sports. En vorig jaar pakte Gerbe Thijssen in die Tour de Pologne zijn eerste zege op worldtourniveau. En die sprint dat verliep zo. En de maar met Molano in zijn wiel. Thijssen ook. Ja, kloegen daar een en, gatje om. En Thijssen is uh, in gevecht met kooi. Pakken ze Kloegen nog? Gerbe Thijssen. Of wordt het de man van UAE? Wordt het Molano? Het wordt Thijssen, volgens mij. Gerbe Thijssen wint hem. Ja, wat fantastische sprintzege ja, van de Limburger. Gerbe, wat is je vooral bijgebleven van uh, die tweede rit in de Ronde van Polen van 2022? Het was mij bijgebleven dat ik mijn eerste rit uh, totaal niet goed voelde. En dan uh, de tweede rit, ja, dat eigenlijk alles perfect liep. Uh, de Ploeg had heel veel vertrouwen. We hebben direct de leiding gepakt, eerst Quentin. Uh, we hebben echt gewoon de leiding gepakt. Uh, wat ik soms ook dacht: misschien is het nog een beetje te vroeg, maar langs de andere kant, we zaten wel in positie. En dan. Uh, ja, richting het laatste rondpunt uh, Boy zette mij perfect eerlijk, af in het wiel. Dan uh, duwt Molano mij eigenlijk nog uit het wiel van uh, De Maer, denk ik, dat nog voor mij zat. En dan uh, ja, heb ik niet getwijfeld. Boy riep ook nog, zelfs in de bocht riep je nog, dat ik niet moest twijfelen. En dan uh, ben ik trouwens op 300 meter denk ik, uh, in de slipstream van Akkerman gewoon aangegaan en uh, gewoon uh, gas geven. Ja. En dan ja, was het van dat het was overduidelijk dat je daar uh, de zegen pakte. Dat gaat uh, door Merg en Bijna toch op dat moment dat je over de strijd. Het zou wel zijn, ja, het was ook een uh, wereldoverwinning. Ik bedoel, allez, het was. Uh, ja, ik heb er heel hard voor moeten werken. Maar langs de andere kant, het was ook wel uh, sowieso met voorsprong de mooiste overwinning uit mijn, mijn carrière. Ja. ja, die top 10 toen, Frank. Hij heeft al een aantal namen genoemd. Hè, maar Gerbe klopt daar Akkerman. Jonathan Milan dan volgen. Kooi, Sam Bennett, Demar, Viviani, Kanter, Marijn van den Berg zat er ook tussen. En Kevin, die was tiende. Dat staat wel fraai, hè? Als eerste ja, als, je, als je daar kunt tegenwinnen tegen zo'n mannen, en die, die mannen hebben gezien op een manier dat hij gewonnen heeft, dan gaan ze ook toch een beetje naar hem op beginnen kijken. En zeggen, oh, die is ook goed, moeten we ook in de gaten beginnen houden. En dat is ook in het voordeel van hem. Dan krijg je ook meer ruimte. Want als je dan een keer komt wringen met je elleboog, anders zeggen ze, wat komt een diendeer doen, is de vijftiende. nu weten ze dat hij kan winnen. Nu gaan ze hem ook zeggen, ja, maar ja, oké, okay, ja, hij is hier, wij zijn hier ook, maar ze gaan hem toch door... Het is altijd, het voornaamste van de sprinter is je positioneren. Kunnen ja. beginnen dat je eigenlijk aan een, aan een, aan een goede uitgangspositie kunt u sprint rijden. Als je van de vijf... Die, die sprint, het duidelijkste voorbeeld was Cavendish. Als hij dat tweede was achter, achter, achter um, um, Philipsen. Hij moest van veel te ver komen. Hij had niemand meer voor hem daar te brengen. En hij was al uitgesprint. Tegen dat hij eigenlijk de laatste 150 meter begon. En Kevin dus is zeker geen sprinter voor 300 meter op kop te sprinten. Het is eigenlijk een die de laatste 80 meter komt. Dus eh, als ze dan natuurlijk gedwongen wordt om niet ingesloten te zitten, want soms moet je een bes beslissing nemen, als sprinter, van als ik nu niet begin, ja, dan ben ik ingesloten, dan komen ze van achteruit. En dan zit ik weer in een, in een trechtervorm, dan kan ik er niet meer uit. Dus dan moet je op een zeker moment beginnen. Als je dan maar een sprinter bent van 100 meter of 150, dan heb je natuurlijk een handicap. Als je natuurlijk de 250 meter kunt sprinten, dan, dan ben je al in een luxe. En dat kan hij. Nee. Ik kan van zover aangaan, dat hij dat gewoon, als hij de baan vrij nu haak. ik... En dat is het, en daar komt er niemand meer langs. Mm -hmm. In deze ronde van Polen, waar jij naartoe gaat, Gerbe, ook toch weer wat sprinterskansen. Op papier zou je zeggen in de eerste, de vierde en de slotrit. Of hoe zie jij dat? Klopt. Uh, dat was ook uh, wat ik met uh, de ploeg over had gesproken. Ik Denk dat die drie ritten echt wel uh, zuivere massasprinten zijn. Ik denk dan de vijfde rit dat kantje boordjes is. Allee, ik denk waarschijnlijk niet met mij, maar ik denk ook wel dat dat eventueel wel een sprint zou kunnen zijn met een uitgedunder peloton, uh, maar ik denk sowieso drie echte zuiver uh, massasprinten. Ja. ja, Milan, Kooi, Akkerman, Bennett, Merlier misschien, ze worden allemaal al genoemd op de voorlopige startlijst. Ja, geïnteresseerden genoeg ook om het tot een massasprint te laten komen. Het gaat niet alleen van jullie moeten komen. Klopt, en uh, alleen dat is ook wel iets dat, dat, dat ook wel heel belangrijk is, denk ik ook dat we in Polen uh, verantwoordelijkheid moeten nemen, maar uh, als er ook andere ploegen, like uh, Jumbo en dan uiteindelijk Quickstep, ook. Uh, dat zij ook wel mede koersen willen controleren. Dus dat is eigenlijk alleen maar uh, positief voor het zeker een uh, sprint te laten worden. Ja. Ja. Je zei al, uh, Boy van Poppel, dat is mijn laatste man, maar hoe zit jouw sprinttein bij Intermarché Circus die eigenlijk in elkaar? Normaal zit Julius voor Boy. Julius Johansen. Julius ja. Johansen, uh, die wereldkampioen was op, uh, in de ploegachtervolging op de, op de piste. Uh, twee jaar geleden, denk ik, in uh, Berlijn. Maar dan uh, nu ook uh, Hugo Paas erbij uh, gekomen. Uh, dat is eigenlijk een uh, jonge Franse... Ik denk dat hij twint, 21 of 22 jaar nog maar is. En hij uh, heeft ook al getoond in het begin van het seizoen in uh, Australië dat hij zelf ook uh, echt wel kan, uh, kan sprinten. Was ook tweede in de Cadell Evans uh, in de, de road Race. Ja, ja. klopt. En, uh, dus ja, normaal is het Julius, Hugo, Boy en dan uh, normaal ik. Dus uh, ja, dat is echt wel een mooie train. Ja. Ja, en hebben jullie daar ook vooraf al ja, letterlijk op getraind? Op die, om op die manier. Um, uh, ik, uh, Julius. Julius, Hugo en ik wel al. Uh, nu zijn we naar Livigno geweest, wat ik al uh, aangehaald had. En uh, daar zijn we op hoogtestage geweest. En daar hebben we ook echt wel op, de, uh, op die sprinttraining getraind met ons drie dan. Maar daar was Boy natuurlijk niet bij. Boy zat uh, ergens anders op stage. Maar uh, ja, het, het, uh, het, vast, uh, het vaste verloop van een sprint met mij en Boy dat gaat natuurlijk uh, 100%. Dus uh, ja, Boy kan er uh, gemakkelijk achter uh, Hugo zitten. Ja. Ja. Wie was in tijd jouw laatste maand, Frank? Max Sazant. Ja. Ja, het is dus zeer belangrijk dat je. Uh, want ik heb al een paar keer gezien van Caleb Hewen, dat hij zijn leadout, zijn laatste man, gewoon niet volgt. Dat hij zelf zijn weg zoekt. dat ja, is belangrijk in dit voor, geval, ja. voor. Je moet echt ja. vertrouwen hebben in uw leadout. Dat die een jongen die dat, dat doet voor u, ook er voldoening van heeft. Want als je hem laat gaan de andere kant, en jij gaat naar rechts, dan zegt hij de volgende keer: hey, ik wil er niet in de wind zitten, ge zitten geven. hij zit toch uh, in het wielen van de naam. Begrijp het dus, je moet echt wel vertrouwen. Als hij er niet goed gepositioneerd volgens je eigen wensen, blijf er vertrouwen in hebben. Dan kun je s'avonds aan tafel een keer spreken. Kijk, ik zou liever hebben dat je mij iets verder afzet, of meer daar of meer het midden. En als je ergens doorrijdt, dat je toch een keer kijkt of dat ik mee ben. Ik denk dat dat wel voor hem ook uh, iets is dat al tegengekomen is. Je ze van de lead-outs, die kruipen overal tussen, maar je kunt hem niet volgen. En dat zit ook alleen. Dus voor die fout moet er echt wel tegen, en niet, niet tegen te komen. lijkt dat Caleb Hewen dikwijls doet, dat is zijn lead-outs loslaten. En zelfs zijn sprint begint te rijden. Waarom? Omdat hij er geen vertrouwen in heeft. Maar ik denk dat als ik Herben nu hoor spreken, dat hij van Poppel toch wel 100% vertrouwen heeft. Dan moet je ook en blijven volgen. Klopt. En, en zijn, zijn ding hem laten doen en niet beginnen te panikeren naar voor of naar achter. Nee, hij zal wat beslissen wanneer dat hij naar voor gaat. Ik deed dat met Sozand ook, met Max Die Ik zat soms een dertigste. Ik zeg: Nu kunnen we nooit meer van voren gaan, aan die snelheid. En hij ging gewoon, ik denk dat hij 65 of 70 in turen er langs met mij en Twin. Ik zat heel van voor. Ik gaf nou een klein duwpje naar zijn broek, nu mag dat natuurlijk niet meer. <laughs> dat ik mij dat kon, uh, kon zetten en op 250 of 300 meter, uh, 500 meter van de meet, had ik eigenlijk geen trap gegeven. En dan er zaten er allemaal uh, in de 30 eerste te wringen voor die positie te houden en, en hun benen kapot te rijden, want dat is het. Hè? In inhouden, uh, weer optrekken, inhouden. Ja. En je zit al op dat redelijk groot verzet. uw benen zijn al ten half vermoeid, tegen dat moeten beginnen sprinten. En dat had ik met hem niet. Meer. Dus je moet 100% vertrouwen hebben in uw out en ook opbouwen buiten de koers, neem ik dan aan, ja. Gerben, want dat speelt ook natuurlijk. Zeker, dat is een, een heel proces geweest voor mij ook, um, maar uh, allee, dat, dat heeft hij heel goed gedaan met mij en uh, ja, ik vertrouw ongelooflijk op hem en hij heeft nu ook een, nog een jaar mogen bijtekenen bij de ploeg, dus uh, dat is alleen maar uh, heel leuk voor mij, ja. ja. Ook jij hebt je contract verlengd ja, he, dit klopt, jaar Ja, klopt, tot 25. Uh, dus ja, het is echt, dat betekent dat het allemaal uh, 100% gaat bij de ploeg en uh, dat het gewoon goed gaat, ja. ja. Frank haalde het net al aan dat vringen in de aanloop naar een massasprint. Ja, hoe, is dat? hoe kan je dat omschrijven? Hoe kan je dat omschrijven? Dat is gewoon ongelooflijk. Je gaat met ja, die 60 km per uur met uh, 30 man dat denkt dat ze kunnen winnen, Ik een gek richting de laatste kilometer, twee kilometer. En, uh, iedereen vecht voor zijn eigen plaats. Niemand heeft respect voor iemand anders. En het is gewoon vechten, vechten, vechten. En, uh, ja, dat is gewoon uh, echt een zotte, een zotte kot, ja. ja. Moet je een knop omdraaien? Ja, ja. tuurlijk. De laatste twee kilometer is... Uh, ja, ik, ik zeg dat duizend keer. Hè. Ik ben ook sprinter geweest, hij ook. Ik zou tien keer liever een klimmer zijn. Dan zijn je echt op je gemak, hè. Je laat dat peloton uit elkaar al openvallen als ze op beginnen rijden. Als ze beginnen los je rijdt er zo door. En op twee kilometer zit je op de eerste rij. Nee, dat is toch zo? <laughs> dat is just... waar. Had, uh... Buiten de sprinter is het een slechte stil dat je kunt pakken. <laughs> maar ja, als je maar dat kunt, <laughs> dan moet je daarop toeleggen. Ja. Ja. Ik had uh, in het begin van het jaar een UAE-tour uh, gereden. In de Emiraten. En dat was uh, Louis Mijntjes. En ik was ook heel nerveus. Want wij moesten hem uh, afzetten richting de klim. Ik was heel nerveus. Ik zei, ja, waar moet ik je afzetten? Dit en dat. En hij zei tegen mij, als ja, Longa zijn we de bunch. Is voor mij oké. Okay. Dus zolang als ik in het peloton zit, voor mij is het goed. Allee, dat was voor mij zoiets van: allee, die mannen. Dat is, dat is niet te geloven. Dat, dat is ja, dit, dit lijkt nog dat gezegd. Dus dat echt... ik kreeg zo'n nerveus om die af te zetten. Ja. Dan zei hij gewoon: ja, gewoon peloton en voor mij is dat genoeg. Allee, dat was voor mij super gemakkelijk. Maar natuurlijk, ja, niet, niet elke klimmer is zo, maar het is gewoon een dom voorbeeld. Uh. Ja. Maar... Nee, nee, maar het zegt wel wat natuurlijk. Ja, maar ja, ja, zo, is, de... zo is zo. Nou, als je sprinter zijt, dan moet je. Als je oh. dan van achter het peloton ja. begint. <laughs> als we in de bunch dan uh, de, misschien in de tachtigste. <laughs> <Well, voilà. laughs> Nooit graag er nog ja nee, dus, nee, dus, is, dus ik zou ook klimmer willen worden. Ik denk, Herben ook. Dat is ja, het mooiste ja. dat er is. Maar langs de je kom langs kant... van al in beeld. Je verdient, ik denk, geld. veel meer dan hey, omdat je eigen. Maar langs de andere kant, ja. Als je altijd moet uithongeren. En, uh... Ja, ja, zo is weten en letten. En maar ja, dat moeten jullie ook. hè? Ja, okay, maar dan moeten we ook over die bergen. hè? Nog altijd anders. Hè. Als je ja, mannen, ja, ja, dat, wel, als dat je wel. die mannen ziet. Uh, ja, ik zou het niet kunnen. Maar ik zou het natuurlijk wel. Uh, ik zou het graag kunnen, maar ik, ik kan het niet. Nee, dus, uh. ja, ja, maar dat was van mij ook. Hè. Ik zou ook graag klimmer geworden zijn. <laughs> ja, iedereen... Ik reed een derde in de, in de Nardense pijl. Bij de liefhebbers ja, ik kan bergop. Mm -hmm. Tot wanneer dat ik bij de profs kom. Oei, die mannen rijden drie of vier per uur Daar bergop. Dat is juist even te veel. Ja, dat is toch uh, ongelooflijk? Ook uh, okay, uh, vaak. Dat ik helemaal tussen mijn kader hang, dat ik nog eens net terugkom in een of andere afdaling. Dat was in de Ronde van Romandie, samen met Ilio. We kwamen terug, heel het blok naar beneden gereden. We kwamen erbij en heel het peloton stopte allemaal om te plassen. Op dat moment, wij zaten volledig kapot en de rest, alle mannen, stoppen voor te plassen. Of momenten dat je volledig aan blok hangt in dat peloton en dan komen er een van UAE of een van Bora en ze gaan drinkbussen halen binnen de Notto of dat, je als dat vraagt niks. is Als, je, vra ja, maar daar als je vraagt aan de, de ploegrijder hoeveel mannen is er al gelost ja, je zit in eerste. Ja, nee, dat, dat, is, dat is heel pijnlijk. op dat, moment. Ja, als je dat denkt is van, verschrikkelijk. Dat is al zeker een groep van een man of 20, 5, dat is allemaal Ik heb een keer de Ronde van Zwitserland gereden, uh, Jan. En we waren bergop aan het rijden. En uh, ik zat daar blokken. Zo, dat zijn ze van die lange kools in Zwitserland. Hè, en je kunt echt wel aanklampen als sprinter. Ik was op de simplon, denk ik. En Mark Madjo. En, en die mannen stapten gewoon. In beklimming stapten ze gewoon af om een plasje te maken. En ik zat er op blok en die mannen kwamen terug. Nou, drie pedons in ik dat als terwijl meebrengen. Ik zei: Nu los ik, nu geef ik het op. Begrijp het dus, mijn droom was altijd klimmer worden. Maar dat kon ik niet. Dus ah, ik heb moeten sprinten. Hè. Dan, sprinten moet, dan gewoon... moet ik door het stadium dat Herben dan net uitlegt: dat je leven moet riskeren. Ja. Even de knop omdraaien. Niet denken dat je kinderen net en een vrouw hebt, want anders komt er niet aan te pas. Nee. Na de ronde van Polen, rij je de ronde van Spanje, uh, Gerben, de Vuelta dan kan je ja, die klimtrainingen van Livigno wel goed gebruiken in Spanje. Zeker, uh, zeker, dus uh, tussen Polen en Spanje zit ook nog drie weken. Dus ik ben ook misschien nog aan het twijfelen om ergens nog op stage of zo te gaan, op hoogte, nog, allez, nog wat bergop te kunnen trainen. Maar sowieso, uh, Livigno was heel belangrijk, ik denk ik, ook voor mezelf, om uh, wat meer bergop te trainen. En ook, hoe meer dat je eigenlijk bergop rijdt, ook, ik heb ook altijd het gevoel, als ik een periode heb gehad dat ik wat meer bergop getraind heb, dat ik uiteindelijk ook nog altijd wat mijn snelheid behoud. En uiteindelijk ook wel gewoon die hardheid een beetje meer heb dan dat je altijd eens een keer in de Vlaamse Ardennen of, of op uh, een vlakke baan te trainen. Heb je toch altijd iets ietske lastiger als je traint, ja ja Je hebt geen schrik zoals Dylan Groenewegen nu gekomen is dit jaar dat hij veel bergop getraind heeft, maar dat hij toch wel minder snel is vind ik. Ja, dat klopt. Maar langs de andere kant bij mij in de ploeg, allee, uh, we zijn heel erg bezig met mijn snelheid. Ook, ik bedoel, ik doe bijna geen blokken bergop. Allee, ik krijg wel bergop, maar ik doe bijna zelden of nooit blokken. Maar heel veel focus eigenlijk op mijn sprint ja. en uh, heel veel in de fitness ook. En uh, uiteindelijk dat dat wel belangrijk is om nog altijd. Uh, ja, je ziet dat duidelijk kunt het heel gemakkelijk zien. Hè. Als je vermogen nog altijd hetzelfde. Piekpower ja, ja. behaalt, dan is uh, je nog altijd goed bezig. Maar in één keer als echt begint te verminderen, dan uh, trek ik ook wel aan de handrem en ga je iets minder bergen rijden. Maar op dit moment is het nog altijd hetzelfde. Dus uh, dat is altijd wel goed, ja. ja. Uh, over sprint gesproken, er was niet alleen dus de Ronde van Polen vorig jaar, gewoon mm -hmm. bijvoorbeeld. Dit voorjaar. Mm -hmm. Deliver je ook, lever je ook af, om het zo te zeggen, met Montserrat, met uh, en Kokzijde en Ronde van Limburg, als ik het goed heb. Ja, klopt. klopt. Um, ja, is dan een rit, een sprintzegen in een grote ronde, zoals de Vuelta die eraan komt, is dat een volgende stap? Ja, dat is, uh, dat is voor mij, allee, ik ga mezelf niet zoveel druk opleggen, maar langs de andere kant, dat zou misschien nog wel de volgende stap zijn. Als we praten over het stappen dingen. Dan Polen was aan mijn eerste wereldtoeroverwinning en nu zou nog graag een grote ronde overwinning komen. En dan, uh, dan ben ik klaar om misschien volgend jaar uh, naar de Ronde van Frankrijk te kunnen gaan. Maar uh, eerst, allez, zoals ik al zei, geen stappen over te slaan en uh, eerst naar de volgende stappen weer te gaan en dat is de Ronde van, de ronde van Spanje. Dat ja. Ja, dit jaar misschien al een Tour, of niet? Ja, maar dat was met Binjam is het ook niet echt, uh, niet echt gemakkelijk en uiteindelijk ook, uh, ik ben al bezig van begin januari. Of ja, half januari al begonnen met uh, in Australië dan met de Tour Under. De dus uh, ik ben al heel vro vroeg aan de bak gaan. He, uh, uiteindelijk uh, hebben we in november ook een plan uh, met mij opgesteld en uh, daar was er totaal nog geen sprake van. En uiteindelijk dat we daar nu zo wel wat over gaan discussiëren waren ik, samen met Eike, met Eike Visbeek. Dat betekent ook wel gewoon dat het seizoen heel goed is geweest. Hè. Ik bedoel, als we in november hadden we totaal niet gedacht aan de Ronde van Frankrijk, en uiteindelijk als we nu nog altijd. Daarover aan het praten waren, dus dat betekent ook echt wel dat het goed was geweest. Maar langs de andere kant, uh, ik snapte volledig de volledige selectie van de ploeg. En uh, ja, ik vind gewoon uh, dat daar wel vertrouwen uitstraalt, dat ze alle het vertrouwen hadden in uh, Binjam. Ja. Ja, en er is ook niks mis met je aan een planning houden, hè, Frank. Nee, nee, maar soms moet je dat toch een keer. Uh, stel je voor dat hij drie ritten wint in Polen. Ja. Voor de voetgangers is dat toch wel de kopman. Dan, dan nee. moeten we toch wel gaan kijken voor een ploeg te maken rond hem. En minder, minder ja, voor, voor uh, Germay, ja Germay heeft natuurlijk voor mij een zeer goede renner. Maar ik denk dat hij wel sneller is. Germay is een goede sprinter als het wat selectiever geweest mm -hmm. is. Als het wel bergop en al geweest is, dan is Germay wel, uh, wel voor mij beter, uh, een betere optie. Dan, dan, maar als het echt massasprinten zijn, dan, uh, dan zou ik niet twijfelen. Mm -hmm. Hoeveel kansen zie je in de veld, uh, Een stuk of vijf? Ja, vijf. vijf uh, maar echte massasprinten of, of accidenteren? Ja, wel, echte massasprinten. Hè? Vijf, maar het valt wel mee. Ja, van de allee, ik denk wel dat er zes, misschien zelfs zeven sprints zijn. Maar zonder mij hoogstwaarschijnlijk. Maar allee, zo, meer, ja, ja, meer ja. Spaanse, Spaanse normen. Maar ik denk vier à vijf uh, zuivere Ja. ja. Uh, wat de eindzegen betreft in die Vuelta, ja, Even een die gaat zijn titel daar proberen te verdedigen. Uh, Vingegaard, die heeft ook aangekondigd dat hij gaat. Roglic, dat was al zeker. Ayuso, Thomas. Dat wordt een hele klus, Frank, voor hem. Ja, dat zal uh, niet makkelijk worden. Dat zal, voornamelijk dat ik toch de indruk heb dat hij een minder goede ploeg rond hem heeft dan de Ronde van Italië. Ah, ja. Dat zijn ploeg iets minder sterk is dan in de Ronde van Italië. En daar was het eigenlijk al geen overschot. Van als het een beetje bergop was, was het alleen van Wilder die nog bij hem zat. Dus uh, ja, als, er ooit, als hij de leiderstrui heeft, begin maar te controleren. Hè. En als er al twee kolts geweest zijn voor die laatste twee cols, want zijn er ritten met vier, vijf kolzen. Dus dan moet je altijd een ploeg hebben om, om ja, met, als je de leidersstrijd hebt, moet je toch mannen hebben die op kop kunnen rijden. Als je dan juist maar Van Wilder niet meer hebt, ja, dan is dat niet veel natuurlijk. Hè. Dan kun je hem toch niet, dan moet je al terug gaan verdedigen, rijden en, en, en wachten zoals Vinnegard deed, uh, meegaan als ze demareren en, en blijven zitten, hè, ja. Dan kun je niks doen, hè. Nee. Maar hem natuurlijk zijn temperament kennen. Dan zou het wel een keer zelf over aan een boom schudden. Dat hij van de eerste keer, zoals we vorig jaar ook gezien hebben. Dat hij daar aan de voet begon en dat hij boven alleen weg was. Natuurlijk, met die uh, charles die daar nu rondrijden. Dat zal dan niet makkelijk zijn om die mannen eraf te rijden bergop. Maar het zal in ieder geval niet makkelijk zijn voor het uh, te evenaren wat hij vorig jaar gedaan heeft. Zie jij het gebeuren, Gerben? Dat ja. hij opnieuw de wint, ja? Ik geloof erin. Het is echt uh, geen normale kerel. Ik bedoel. Nee, nee, maar dan weet weet jij rijdt ermee. Te... Ja, het is, het is... ik heb me nu ook in Livigno een paar keer bezig gezien. Um, ja, ik denk uh, dat de anderen van goede huizen gaan moeten zijn om hem uh, te kloppen. Maar natuurlijk, het is wel natuurlijk iets anders dan vorig jaar. Hè, dat Roglic zich volledig heeft toegelegd nu op de Ronde van Spanje. Jaren uh, Thomas. Um, maar ik zou gewoon, ik denk dat Remco wel uh, zeker kans hebben is. Ja. En ook om uh, een nieuwe wereldtitel te pakken. Het zij op de weg, het zij uh, tegen detrae. de klok. Ja, klopt. Ja. Want daar is en... hij ook erg mee bezig. Ik ja, uh... kwam hem uh, een paar keer ook tegen op een tijdrit fiets. Uh, ja, ik denk gewoon ja, dat, er, uh, dat, er, dat anderen van heel goede huizen gaan moeten zijn om hem te kloppen, denk ik. Ja. ja. Wat denk jij, Frank? Remco, wat op het... Had het ik had ben altijd iets voorzichtiger. Natuurlijk, hij... Uh, herben rijdt met hem. Hij had mij maar aan het tranen. Daar zie hij hem bezig. Ik kijk natuurlijk ook naar Filippo Ganna. Ik kijk ook naar uh, Ayuso, die we in Ronde van Zwitserland zien rijden, hebben bergop. Op de Abdullah-pas. Ik weet niet dat nummertje die hij daar gedaan heeft. Dat zijn toch al geen halve gasten die toch voor mij hun voet naast Remco kunnen zetten. Ja. Dus uh, het zal veel afhangen. Van, van En dan die periode van 2 k naar de Ronde van Spanje is toch niet zo kort. Het is toch 14 dagen terug. Gaat die hoogtestage nog werken in de Ronde van Spanje? Dus dat, allemaal, dat zijn allemaal vragen die, die ik mij toch stel. Um, omdat, omdat Remco altijd wel gefocust is. Eerst de hoogtestage, alles in de in, in, in vaxjes. En dan pas ga ik die in een wedstrijd meerijden. Dus nu gaat Sas Sebastian dat doen, het weekend. Dan WK en dan nog tot de Ronde van Spanje. Dus gaat dat genoeg zijn? Ik hoop het van wel dat dat lukt. Um, volgens de Herbezegt zegt, is hij in uitstekende conditie met 100% vertrouwen. Dus uh, daar ga ik mij bij, bij aansluiten. En ook uh, daarin geloven dat hij kandidaat-eindwinnaar is. Maar ik heb soms een paar vragen. Ja. Iets helemaal anders. Uh, Gerben, hoe gaat het met uh, Shari Bossuit, met uh, je partner? Want ja, ze is verwikkeld in een, uh, een dopingzaak, om het zo uh, zwaar uit te drukken. Uh, ze staat op, op non-actief. Hoe, hoe gaat het met Shari? Op dit moment eigenlijk. Uh... Relatief goed. Ik vind dat ze haar heel, heel sterk houdt. Uh, ze blijft trainen, ze blijft, uh, blijft ervoor werken en voor leven. Dus uh, nee, ik vind echt uh, chapeau van mijn kant dat ze, zo, uh, dat ze haar zo blijft opstellen. Ja. Ja, om het even te kaderen: ze, is, ja, ze heeft een positieve test afgelegd na de laatste rit in de ronde van Normandië. Er is een product in haar uh, ja, uh, bloed gevonden dat. Uh, ja, verboden is, maar ze weet bij god niet hoe het er uh, gekomen is en het is heel vergelijkbaar, dat vooral met de zaak Toonaard. waar uh, ja, ook in de buurt van Flamanville uh, een positieve controle, een positieve test is afgelegd door uh, Toonaard. de uh, ja de manager van Shari die heeft al gezegd van ja we gaan dat onderzoeken wat daar in die streek aan de hand kan zijn, want daar worden producten gebruikt in de veeteelt hoe staat het met het onderzoek? Kan je daar iets over kwijt? Op dit moment eigenlijk niet veel. Um, zij heeft eigenlijk zelf een uh, verdediging moeten sturen richting het AVLD, richting de Agence Française tegen de doping. Het antidopingagentschap voilà, van Frankrijk, ja. En daar um, hebben ze nu een verdediging van, allee, van verstuurd van uh, hoe dat het komt dat het eigenlijk in haar bloed zat. Um, dus zij zeggen ook van, we geloven u. Maar bewijs het. Uh, dus ja, natuurlijk is dat een, nee, een speld zoeken in een, in een of ander hooiveld. Ik bedoel, dat is, is heel, heel moeilijk. Um, probeer dat maar eens te bewijzen. Uh, maar langs de andere kant, ja. Ik denk dat er uh, verschillende boeren al aan de lijn gehad. Dat ze daar eigenlijk echt wel uh, de toedienen aan de, aan de dieren. Maar natuurlijk, dat gaat niemand zomaar vrijheid zeggen tegen, uh, allee, tegen de Franse dingen. Of, want dan. Uh, Dewen ze eigenlijk zelf ook een mes in de rug. Ik bedoel, ze gaan niet allemaal vertellen dat ze het allemaal goed gedaan hebben. En, dus ja, het wordt heel moeilijk. Maar ja, wou onze, onze hoop heel hoog en dan ja, kijken we ja. dat het verder is. is wel wordt. een frappant verhaal, Frank. Alhoewel, Ja, Allewel, ja als, als dat zo is, zoals gezegd dat van het vlees zou komen. Mm -hmm. uh, ik ken een paar boeren die beesten hebben. En ik moet zeggen, die krijgen. Toch op een maand twee keer controle. Ja, dat klopt. Onverwachts. Dat, klopt, dat ze een ja, dat... ene keer binnenkomen, de kastjes gaan opendoen in de stad, mm -hmm. dat er dan niks in ligt en dan bloed trekken van, van, van de dieren zelf. Dus ik weet niet of dat daar nog mogelijkheden zijn, nee, dat er daar iets dus... kan toegediend worden zonder dat die mannen dat kunnen detecteren. Hè? Ja, dat is, dat, is heel, uh, dat is heel moeilijk om het uh, ja. allemaal te... Ja, ja, ik zeg dat nu maar omdat ik nu zelf persoonlijk uh, boeren ken. Die zeggen, ja, ze zijn ze weer al bloed komen trekken van, van mijn kalveren of van, van de koeien of dit of dat. Dat ik zeg, alleen dat is dan niet meer plezant, zo'n stil. Allee, ja, dat je constant onder druk staat van, ze kunnen niet binnenvallen en eh, je moet alles laten vallen voor die mannen te helpen. Dus ja, ik weet niet dat verhaal of dat allemaal klopt. Ja, de toekomst uh, zal het eigenlijk. Tuurlijk, ja, maar ondertussen zit ze wel thuis. Ja, ja. En ook hetzelfde met Toon hoe lang sleept dat niet aan? Waarschijnlijk is het... Ja, hopelijk niet fijne carrière voor hem, maar wat geld heeft hij niet eigenlijk verloren daardoor? Ja. Als dat blijkt dat hij onschuldig is, bedoel ik. Mm -hmm. Wat zijn jouw plannen nog na de Vuelta uh, dit jaar? Uh, normaal gezien staat er uh, de Münsterland-tour uh, nog op. En dan uh, normaal de Guangxi-tour nog in China. Dus, uh, nog naar China ook, ja. Dus uh, ik ga de eerste World Tourcours in het jaar geen hebben en de laatste. Uh, <laughs> dus <laughs> ik een heel lang seizoen hebben. Ja. Ja. Zesdaagse? Hopelijk. Agent? Ik zou het. Uh, ja, ik zou het zeker graag willen doen, ja. ja. Het jaar één na Ilio Keijs, Frank. We gaan ja. uh, de nieuwe sterren van de piste weer aan het werk zien. Uh, met Gerben onder andere, maar ook Lindsay de Velder en, en Robbe Gijs natuurlijk. Ja, dat zijn de mannen, hè, ja. Er zouden daar een paar buitenlanders uh, moeten uh, bijkomen. Maar dat zijn wel de favorieten, hè, ja. Dus daarom op. dat ik zeg, als, als Gerben een supergoede ploegmaat, een, een super ploegmaat moest kunnen krijgen, dat hij gewoon kan meedoen, hè, ja. Voor de overwinning natuurlijk, ja. Hij zegt ook, ik krijg maar één zesdaagse na een seizoen zoals we daarnet allemaal uiteengezet hebben. Ronde van Spanje, Ronde van Polen, al, al die, die, die andere koersen nog allemaal. Voor u dan nog een maand langer te motiveren om te blijven trainen voor die zes dagen, nee, dat is wel niet simpel. Voornamelijk, ja, hebt maar juist Gent. Dus je moet juist maar trainen voor die één zesdaagse. Dat is natuurlijk voor hem is dat wel. tussen uh, joren ja, is dat niet makkelijk, voornamelijk met de jeugdestages. Dat is misschien trainen, maar dat is ook wel hele dagen bezig zijn met je conditie. Hè? Ja. Zal het weer met uh, Johansen zijn overigens dat je gekoppeld geen wordt of nog? Totaal geen idee. Totaal Dat wordt nog bepaald uh, klopt. richting half november. Klopt, klopt, klopt. Heb jij daar zelf geen inspraak in? Nee. Uh, vorig jaar wel. Maar, uh, Als je drie ritten in de Ronde van Spanje wilt, uh, en twee, nee, in de, twee in de Ronde nee. van Polen, had je gerust kunnen zeggen ik wil voilà. die ploegmaat hebben. Voilà. En dan gaan ze zeggen in Gent, oké, okay, Gerben, dat gaan we doen. Voilà. Ja, maar oh, zo het is, zo oh, is ja, het. Ja, zou inderdaad, uh, ik, had, ik had de groene trui, ik moest de zesdaagse van Gent rijden datzelfde jaar. En ik kreeg de beste, dat was toen René Pijnen. Dat was dus ook een topper die 65 6 dagen reed om eens samen te rijden. Dat ik zeg, ja, dat is een droomploegmaat. Mm. Ja, dat is... Dat zou in jouw geval ook kunnen. Hè? Ja. Tuurlijk. Als jij in Spanje daar een beetje. Voilà, ja, maar. Uh, allez. ik heb een heel goede band met, uh, met Christophe alleen met Sercu. En ja, ik uh, ja. denk wel dat hij mij zeker aan een goede ploegmaat uh, zal koppelen. Wat zou goed zijn dat voor u even. ook? Stel u voor dat je een rit wint in Spanje. En in Polen ook. Hey, dat vermoeden we toch, dat je dat kunt en dat je dat zult doen. Uh, dan zal het toch wel een stap zijn. Tuurlijk, tuurlijk, maar. Uh, ja, er is meer te in, zijn zin, denk ik, dan de er onder... de, dus de, ja, de De dagelijkse ja, Maar aan de andere lief. kant is het natuurlijk wel. Maar het zit er wel dag nacht 8000 man te kijken. Naar dat. En ik vind dat, daarmee, dat ik het ook mee, altijd meedoe, want voor het geld of voor het dingen moet ik het niet meer doen. Maar ik vind het gewoon een heel leuke ervaring en ja. ik amuseer mij daar gewoon in die week. En dat is ook voor mij ook heel belangrijk. Om eens een week te kunnen hebben dat er niet veel van mij verwacht wordt. En, en dat is ook wel, uh, wel zeker, uh, zeker leuk. Ja, dus uh, ja. Maar ik denk dat als hij van de weg komt, tegen die mannen die uitsluitend piste rijden, ik ja. denk dat dat toch wel. Die nefant, hè, heb die dinofon van, van de weg. Hè. De eerste twee dagen hadden we het afzien, maar de derde dag is hij daar. Dat <laughs> is dus zo, hè? Ja, dagen, ja, gezien, dat zou wel zijn. Die achterpiste mannen zien ze wat verzwakken en jij blijft maar rijden. Ja. Ja. Dus juist tegen. Dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ja. Goed, mannen, we sluiten af met het wielerprogramma van Peak Sports in augustus. Want naast de ronde van Polen kan u ook bij ons terecht voor live uitzendingen van de ronde van Burgos en de ronde van Duitsland. Burgos, is half augustus, en Duitsland een week later. Verder hebben we ook nog de GP Oetingen, de Egmond Cycling Race en de muur van Gerardsbergen classic op het programma staan. Frank, Gerbe, bedankt voor de komst. En u bedankt voor het kijken en luisteren. Graag tot de volgende keer.